we schalen op het moment dat het bij jou terechtkomt. Je hebt een visie over hoe gaan we om met een medezeggenschap. Welke vraagstukken moeten nu eigenlijk besproken worden? We hebben het over. We hebben het nu over het instrument ondernemingsraad. Waar moet die ondernemingsraad over gaan? Ik denk alle onderwerpen die te maken hebben die in de organisatie spelen. Of het nu gaat om beleid of om uitvoering of over processen. Wat je graag wilt, denk ik, als organisatie, dat je met elkaar die organisatie maakt. Ik zeg altijd, een organisatie is een gebouw. En de mensen bepalen in dat gebouw waar je voor staat met elkaar. En hoe je een klus klaart met elkaar. En ik denk dat anno 2014 andere dingen worden gevraagd als toen ook die wars en dergelijke werden ontwikkeld. Ze waren vaak een juridisch statuur hadden ze. En de bestuurder ging met de OR in discussie. Als er een reorganisatie of iets dergelijks aan de hand was. En ik denk dat je aan de voorkant met elkaar in gesprek moet. Zou pleidooi zo gaan over een ondernemingsraad heeft nu een plek op het moment dat het spannend wordt. We gaan bezuinigen, we gaan reorganiseren, dan bellen we een keer de OR. Ja. En tussendoor komen ze bij elkaar, maar hè, op het moment dat het spannend wordt hebben we een echt gesprek. Ja. En jouw pleidooi zou zijn, hebben we nu structureel met elkaar over. En ook heel veel informeel. Ga met elkaar heel gauw de discussie aan. Wat de opgave is voor de organisatie, de veranderingen die de bestuurder voorstaat en welke plek je daar de medezeggenschap in geeft. Mag ik jou ook aankijken, Wim? Want dit klinkt als muziek in de oren. Het moet gewoon normaal zijn om met elkaar gesprek te voeren over waar we heen moeten zorgen. Dat bepraat ik voor mezelf. Op het moment dat wij een onderwerp krijgen, dan is dat vaak al niet nieuw. Dus wij proberen ook aan die voorkant te participeren als ondernemingsraad op ontwikkelingen. En dus je helpt het gesprek op gang. Jij zorgt dat het normaal wordt. Dus op het moment dat een bestuurder een idee heeft, probeer je op dat moment al invloed uit te oefenen bij de bestuurder. Voordat dat helemaal tot een uitgewerkt stuk ligt, dan heb je een voorgenomen besluit en dan pas naar de medezeggenschap. En dan loop je eigenlijk 3-4 maanden achter, in sommige gevallen. En ik denk dat dat ook een knelpunt is voor de huidige manier van medezeggenschap. Omdat, zeker bij ons bedrijf als gelieerd aan de politiek, dat de politiek natuurlijk een besluit neemt. Het eigenlijk probeert te bombarderen als zijn een politiek primaat. En waarmee eigenlijk de hele besluitvorming gepasseerd is. En dan moeten we alleen nog maar nadenken, ook als medezeggenschap, over uitvoering. Dat geldt trouwens over de directeur op PNO, die hebben daar een probleem mee. En ik denk dat dat niet goed is. Die afstand dan tussen de besluitnemer en uiteindelijk de medezeggenschap. Ja, daar zit een enorm spanningsveld in. Mijn eerste reactie is dan, maar als je echt mensen in zo'n OR hebt zitten die te doen, dingen voor elkaar kunnen krijgen, de takels uit hebben, zijn achterban en iets voor elkaar, dan betrek je ze ook aan het begin van het proces. Dat gebeurt ook wel steeds meer. Alleen tegelijk, de politiek heeft daar geen boodschap aan. Die hebben een hele primaire verantwoordelijkheid van, jongens, wij willen bezuinigen op geld en dat is onze visie. Lekker zwart-wit. Maar als medezeggenschap weet je ongelooflijk goed hoe dat nou precies tot uitwerking komt in een organisatie. Ja. En dan kun je uiteindelijk, als je dat veel beter zou organiseren, en dat gaat in Nederland niet goed genoeg, dan zou je gewoon een aantal beslissingen van de politiek kunnen beïnvloeden om aan de voorkant te zeggen van, jongens, we gaan niet al die gevangenissen bijvoorbeeld in Drenthe sluiten, terwijl we tegelijkertijd 1000 mensen moeten zoeken qua werkgelegenheid in de provincies Noord-Holland. Is dat iets voor ondernemingsraad om te doen? Daarom vroeg ik net aan, wat moet er op zo'n tafel? Dat denk ik wel, want uiteindelijk, de medezeggenschap is natuurlijk ook voor het personeel, misschien ligt daar de nadruk ook wel een beetje. Maar we hebben wel een relatie met de bestuurder ook voor de belangen van een bedrijf. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar het te hebben over de goede stoelen en dat soort zaken. Wat maakt, en noem ik even een cijfer als het gaat bijvoorbeeld binnen gemeenten. Er zijn niet genoeg mensen om überhaupt zich kandidaat te stellen op een ondernemingsraad. Hoe zie je dat in, je ziet natuurlijk meer kanten. Is dat overal zo? Want een 6, een 8 en een 7... Bij jullie gaat het goed met de ondernemingsraad? Nou nee, want ik heb onderdelen die ik een 8 geef. En ik heb onderdelen die ik een 5 geef. En helaas ook binnen OCW, daar hebben we gewoon een aantal kolommen. En de ene kolom heeft geen verkiezingen nodig, want ze hebben gewoon geen mensen die ze verkiesbaar stellen. Terwijl de andere kolom komen rustig met 40, 50 mensen bij wijze van die op de lijst willen. En of het nou vakbondsleden zijn of vrije leden, dat maakt mij niet zoveel uit. Als er maar een zeggenschap is. Als het belangen van die personeelsleden vanuit de organisaties maar naar boven komen, borrelen, om uiteindelijk medezeggenschap te kunnen vormen. Als ik denk over het nieuwe werken, dan denk ik, ik heb het idee dat je een nieuw systeem ernaast gaat zetten. We laten het OR even voor wat het is. Er melden zich toch geen mensen aan die mee willen doen, of soms wel. En je gaat er een nieuw systeem naast zetten. Dat is mijn eerste gedachte. Als ik denk aan next practices, wat doen we op dit vraagstuk? Ik weet niet of dat goed of fout is, maar dat is het beeld wat ik nu heb wat er gebeurt. Klopt dat? Of heb ik daarmee een... Nee, kijk,
Het nieuwe werken is een instrument wat ondersteunend moet zijn om het primaire proces beter te laten functioneren. Niet meer, niet minder. En het heeft met huisvesting te maken en het heeft met digitalisering te maken, maar het heeft vooral te maken dat je met elkaar op een andere manier gaat samenwerken. Ook met een medezeggenschap en met een bestuurder. Het gaat er ook over dat je lagen weghaalt uit je organisatie. Dus de bureaucratie, de hiërarchie op een andere manier gaat organiseren. Dus dat is veel breder. En het zijn met name, denk ik, onderwerpen die iedereen aangaan, dus ook de medezeggenschap. En ja, mijn pleidooi zou ook vooral zijn om vanuit de medezeggenschap te gaan kijken hoe je iedereen bij die dialoog betrekt. Want wat mij elke keer opvalt, is dat de medezeggenschap ook en de medewerkers vooral naar de medezeggenschap gaan als het hun aangaat. Dat het hun individuele reorganisatie of hun, weet je, dan wat ik ook wel snap, want mensen hebben heel veel aan hun hoofd en wat je graag wilt, is dat iedereen er aan meedoet en dat je met elkaar voelt dat het jouw organisatie is en niet jouw individuele belang is. En dat is natuurlijk best spannend hoe je dat gaat organiseren.